Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q Time. En wanneer het Q Time is, is het altijd fijn als we ook een heerlijke Q Time snack hebben. En vandaag zit ik met een bijzondere gast die een prachtig verhaal heeft en ook gaat vertellen over een prachtige, of nee, niet eens prachtige, een lekkere Q Time snack. Sorry, snack. Money. Vandaag zit ik met Priscilla Campbell. Hi Priscilla. Hi Elena. Jelena. Jelena, sorry. <laughs> it's okay, it's okay. Nu weet je het. Yes. <laughs> Hoe gaat het met je? Oh, prima hoor. <laughs> Zoals ik al eerder zei, en ik ben blij dat het goed gaat, dat het prima gaat. Heb jij, of heb je een mooi verhaal, maar ook een heerlijke cute time snack? Ja, dat klopt. Um, ik ben samen met mijn broers, mijn twee broers Ernesto Raymond, mm -hmm. en Raymond en mijn moeder, mm -hmm. in 2013 gestart met uh, een, een, een bedrijf, eigenlijk officieel. Mm -hmm. Maar daarvoor bakten we uh, samen met oma al verschillende Surinaamse cakesoorten. Mm -hmm. Waaronder de bojo, een en zoals. En niet gewoon de bojo, want uh, oma maakte voor ons verschillende smakenbojo. Verschillende smakenbojo, ik ken maar ik heb maar één bojo. <laughs> ja, de... Bojo kokos met cassava en, en, en rozijnen. Klopt, klopt. Um, maar wat oma deed, omdat we in die tijd ook heel veel dozen uit Nederland kregen met chocola, met hazelnoten, noem maar op. Mm -hmm. Dan dacht ze, nou, dit kunnen we zeker gebruiken in onze cake-soorten mm -hmm. uh, en wel in onze bojo. Dus uh, oma heeft behalve de bojo die de traditionele de, de, ja, boer met de kasave, de kokos en, en wat rozijnen in heeft oma dat verder uitgebreid voor haar kinderen en kleinkinderen. Oma dacht wait, there is more. <laughs> ja precies. Dus um, in 2013 tijdens de sweet and art uh, event uh, van JCI uh, Sima mm -hmm. hebben wij dus aan het groter publiek Zeven um, verschillende smaken. Uh, uh. Dus eigenlijk zes. Want mm -hmm. de traditionele boy mm -hmm. dat noemen wij dus de classic. Of, mm -hmm. uh, ja, die noemen we de classic. Maar dan hebben wij ook met twee noten erbij: we hebben met hazelnoten, met almond. Mm -hmm. We hebben met uh, fruitsmaken, dat mm -hmm. zijn dus de pineapple en de cranberry. Mm -hmm. We hebben de chocolate chip. Heb ik allemaal? Ik dacht, okay. classic. Uh, oh ja, de rumrozijnen. Rum de uh, amandelen, almond, cranberry, chocolate, hazelnoot en pineapple. pineapple ja, ja, dat is <laughs> dus, zat. Keuze zat, keuze mm -hmm. dus het hangt er helemaal vanaf. Ben ik iemand die van fruit houdt in mijn koeksoorten, mm -hmm. dan ga ik meer richting de, de uh, pineapple en de cranberry. Mm -hmm. En als ik een kick wil, dan ga ik voor die cinnamon uh, met rumroséne. Mm -hmm. Dat is dus... Eigenlijk wat de, de, de traditionele uh, boy. Of ik zeg van nou, ik wil het gewoon basic. Dan kies ik dan gewoon voor de classic. Zo, oh. yeah. so, er is een bedrijf ontstaan. Jullie hebben oma's recept uh, meegenomen. Jullie hebben een product gemaakt en was het gewoon direct de boyen klaargemaakt? Of, um... Ja, dus in 2013 hebben we de gebakken boyos gepresenteerd uh, op de beurs. En we, ik moet ook direct erbij zeggen dat er een, in Cullivlare een, een artikel kwam. Mm -hmm. En dat de klanten voor ons op de beurs waren. Mm -hmm. En we waren dus de eerste stand die was uitverkocht. So. Um, het jaar daarna werden we dan ook weer benaderd, mm -hmm. maar, maar in 2013, nadat we eigenlijk de bekendheid hebben gekregen, kregen we zoveel bestellingen. Um, en ik werkte daarnaast ook, mm -hmm. dus het werd dan echt veel. Um, wat we toen hebben gedaan, uh, mijn broer zei van Priscilla, laten we gaan focussen op hoe we het beslag kunnen gaan verpakken. Toch? En dan kunnen we weer meedoen aan de beurs en dan laten we dat dan zien. Voor je doorgaat. Het is ja. een hele fun fact, want Priscilla en haar broer zijn eigenlijk helemaal niet van de bakwereld. Nee, het is <laughs> natuurlijk meegegeven door oma en ja. opa, want oma en opa die bakten en mijn moeder ook. Maar mijn, mijn oudste broer is een architect, mijn andere broer is een civil engineer en mm. ik heb electrical engineering mm. gestudeerd. Dus ze mm. zijn allemaal van de technische richting. Uh, maar natuurlijk krijg je bepaalde dingen automatisch mee. Yeah. Uh, dus we bakken allemaal. Yeah. En uh, Ernesto, dus die is de architect, hij is heel creatief. Uh... Shout out naar Ernesto. <laughs> <laughs> ja. En uh, hij, hij heeft toen de eerste doosverpakking uh, ontworpen. Mm -hmm. En daarin ging dus een A6-formaat boil. Maar natuurlijk, als je op een exportniveau wil gaan denken of gaan, gaan werken, dan moet je gaan uitbreiden. Want na de eerste beurs werden we benaderd door een, een bekende Surinaamse restaurant, mm -hmm. um, x En die vroeg dus: wil je daar niet de boyers ook daar leveren? Dat hebben we ook gedaan. Um, daarna liep ik in, in, in Choi. Ik was boodschappen aan het doen en ik zag: je hebt alle koeken. Behalve de boyo. Dus ik ging naar gewoon de, de boyo? De, de boyo van Tansil? Ja, ja, want het heeft ook een naam. Het is oma's boyo voor jullie maar. Het, het is, de boyo heet uh, Tansil's ja, boyo. Tansil's boyo. boyo. En um, ik heb dus toen samples gebracht. Ik heb ze uh, laten proeven en ze zeiden laten we het proberen. En ook door het artikel in, in Culliflair. Zijn mensen dus erachter gekomen? We hebben toen ook op onze social media aangegeven dat het in de filiale van Choi te verkrijgen is. Dus de, de, het, het ging. Het, het, het gaat tenminste uh, nog steeds, steeds, Godzijdank. Okay. <laughs> um, en dus zo zijn we eigenlijk gaan uitbreiden, gaan groeien. En uh, op dit ogenblik hebben we onze verpakking aangepast. Uh, we, we zijn meer gaan focussen op een internationaler uh, vlak. Mm -hmm. En um, we zijn ook meer gaan kijken naar, oké, okay, als iemand niet een hele A4 wil, je woont alleen, mm -hmm. dan is het makkelijker als je een formaat hebt. Weet je toch? Yeah. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, we gaan in onze doosverpakking, gaan we nu focussen op cupcakeformaatjes. Het is mooi voor een display. En het, je, je hoeft maar één te pakken, op te warmen en je eet hem. Heerlijk. Ja. Oké, okay, dus daarop wil ik nu komen. Het is... Een de smaak is authentiek, zoals oma jullie geleerd heeft. Jullie hebben zoveel keuze waaruit je kan kiezen als je iets extra wil. En daarna zijn jullie verder gegaan. De packaging voor export. Want daarna gaan we natuurlijk uh, werken. werken. Maar ook gewoon de display voor als ik het hier wil kopen. Instead of gewoon een normale A4 bak, zoals iedereen dat kent, kent. Hebben ze gezegd. Nee, nee, nee. We zijn apart. We zijn apart. <laughs> dus misschien zou je ook gewoon kunnen laten zien oh, yeah. hoe de packaging eruit ziet. Dus dit is, dit is een verpakking van um, goed? Yeah. Dit is de verpakking van de hazelnoten. Dit is de pre-bake, mm -hmm. de cupcake zitten dus hier in de roosvorm. Je ziet dat de olijfolie pre-bake is. Deze zijn uh, voorgebakken. Je stopt hem gewoon of in de microwave of je stopt hem in de oven, mm -hmm. afhankelijk van wat je precies mm -hmm. wil. Sommige mensen willen dat korstje toch? Dus mm -hmm. dan moet je hem in de oven doen. Alle instructies mm -hmm. staan ook yeah. aan de yeah. achterkant. Um, dit is dus de pre beaked En dan hebben we ook het beslag. Voor de mensen ja. die eigenlijk zelf willen, um, hun, willen afbakken. Je kiest gewoon je favoriete smaak. Het is frozen, je ontdooit hem. Je bijvoorbeeld je blikformaat. Of als je nou de, de siliconen formaatjes neemt, dan doe je dat. Je haalt hier zes van de roosvormpjes eruit. Maar als je van die kleinere cupcake formaatjes hebt, haal je er zeker meer uit. En dit is een voorbeeld van de cranberry. Nice. Oh, de foto's komt ook zo mooi rood eruit. Ja, precies. Alles superleuk. En aan de achterkant staan natuurlijk alle stappen. Je ziet step 1 tot en met step 5. En na step 5 kan je lekker genieten van jou. Oh, cranberry boy. Ja. Wel, het is geen rocket science, want het staat helemaal prima uitgelegd. Je kan het gewoon easy peasy doen, uh, klaargemaakt, zelf uh, in de microwave of oven. Of als je iets uh, langer bezig wil zijn, koop je botermix en je bak hem, hem zelf op. helemaal af. Laat zeggen, je krijgt plotseling bezoek. Want we zijn niet van de, hoe je moet vooraf afspraak ja, ja. maken. Plotseling zie je iemand voor de deur. Als je dit in de koelkast hebt, heb je altijd iets lekkers om aan de mensen te geven van ik ga plotseling bezoek. Mm. Ik haal hem uit de vriezer, ik ontdooi hem. Terwijl ik met Tori praat, is het in de oven en ik heb iets aan te bieden. Dus zo uh, makkelijk willen wij dat voor de, de mensen maken. Die zijn goed bezig. Een prachtig verhaal. Um, geschiedenis, heritage, er wordt overgedragen van, van oma naar moeder naar kleinkinderen. Producten yeah. product is ontstaan. The people love it. Het is in Suriname te verkrijgen. Ja. Waar los van Joy is het te verkrijgen? Want daar hebben we het niet over ja, gehad. Dus um, bij de filialen van Joy en ook Vincent. Mm -hmm. Het is ook via hoppa.sr uh, Fernandes Express te verkrijgen. Mm -hmm. En we zijn um, ook nog bezig om verder uit te breiden naar uh, meerdere supermarkten. All right. okay. Maar hoe voelt het om zo nu iets te terug te geven aan een maatschappij dat eigenlijk alleen voor jullie, de kinderen, de kleinkinderen van Tansil was? Ja, het is, een, het is een hele eer, want um, je ziet, de naam staat ook op de verpakking en we hebben die rekkenwaarschuwing gekregen. <laughs> Unogumicologisme, <go> <laughs> nee. <for> koormining. <laughs> um, en als je ook de naam van ons bedrijf hoort, Hardfilled uh, Food and Beverages, het, het schuilt daarachter uh, een, een heel verhaal. Elke keer wanneer we weer bezig zijn met de productie, wil ik dus dat mensen weten dat het met heel veel liefde wordt gemaakt. En dat, dat we ook steeds weer terug naar het gevoel van nostalgie, toch? Van hoe wij om oma zaten toen zij in haar prapie en de drillstok de, de koeken voor ons uh, bereidde. Um, wanneer men geniet van onze producten, willen we dat ze weten dat het met heel veel liefde is gemaakt. En dat het echt komt... Uit uh, een, een Surinamer. Want wanneer ze naar de verpakking kijken, zeggen ze. Wat weten die buitenlanders van? Boy? Ik ga het niet kopen. Mm -hmm. Het komt echt van een Surinaamse. Elf van Surinamers. En, en we willen dat dat, dat wordt uitgebreid. Dat, dat niet alleen de chocolate cake bekend is, maar dat ook de Surinaamse cakesoorten, niet alleen in Suriname maar ook buiten Suriname, heel veel bekendheid krijgen. Want waarom kan, kan een ander land hun product bekendheid geven over de hele wereld en wij niet? Nee, dat gaan we niet zeggen, want jullie gaan het doen. Ja, wij gaan het, het zeker verschil. doen. Dat is het verschil. Zo, so, nou. Ik vind het een prachtig product en een goede intentie. En ik denk zeker dat het gaat lukken. Nu weten we al waar we het kunnen verkrijgen. Zijn jullie op social media? Als ik nu zeg: ik wil 600 gewoon hebben, kan ik het gewoon bestellen bij jullie? Ja, How does dat work? Zeker, zeker. Uh, we zijn uh, op social media, zowel op Facebook als op uh, Instagram, mm -hmm. onder de naam Heartfilled Food and Beverages. En ze kunnen altijd voor grotere bestellingen rechtstreeks bij ons uh, terecht. Mm -hmm. Ze kunnen via onze facebook page een message sturen. Maar ze kunnen ook uh, bellen of een app sturen op het nummer 3x8-6189. So that's where it is. En mm -hmm. natuurlijk in kunnen ze het ook um, see, uh, halen mm -hmm. um, Hoe je het nu zo hier zit, je hebt, je, je hebt alles verteld. En Gaat er nog meer? Is er nog meer in de planning? Los van deze boys. De packaging is nice. De thought behind it. Er is goed over nagedacht. Mm -hmm. Er zijn uh, specialisten in het, die technici. Het zit er <laughs> helemaal achter? Gaat er nog ja. meer gebeuren? Um, zeker. Um, want oma maakte verschillende dingen. En opa ook. Dus we willen zeker meerdere um, producten op de markt brengen. Um, meerdere dessert. Surinaamse dessertsoorten. Um, en ook dranken. Maar daar. Uh, laat ik het publiek nog even in de spanning. Uh, dat van de verschillende uh, smakenboyen is vrij nieuw. Men moet nog ook eraan wennen. Mm -hmm. Alhoewel het ook al heel goed gaat. Mm -hmm. In het begin is men bang, maar wanneer men het eenmaal heeft geprobeerd, dan gaat sold. die. Ja, mm. dat zijn ze zout. Dus zo gauw wij die markt. Officieel hebben veroverd met de verschillende smakenboeien, komen zeker de volgende producten daaraan. Ja. Maar ze zijn al in, in ontwikkeling. Want hoe oma het thuis maakte, mm. dat is allemaal leuk. Maar je moet je zeker ook gaan houden aan de industrie. Toch? Mm. Hoe produceer je dit op een veilige manier voor een groter publiek? Yes. Dus uh, met al dat soort onderzoeken zijn we zeker ook aan bezig. En heel mooi, ver. Dus het zal niet lang meer duren. Nou Priscilla Campbell, ik wil je bedanken voor het komen en het delen van je verhaal en ik kan niet wachten om te zien wat voor leuke dingen jullie gaan doen. Het mm. is mooi om te zien dat Surinamers bezig zijn en de potenties in hun eigen lokale producten en ook gewoon hard steady gaan om het naar hogere hoogtes te brengen. So, Go for it, girl! En de rest van de familie ook natuurlijk. Ja, zeker, <laughs> hartelijk, hartelijk bedankt ook mm. voor deze gelegenheid geboden. Mm -hmm. En uh, er zal nog meer volgen. Hè? We houden jullie zeker ook op de hoogte. Wow. Ik, ik ga jullie zeker volgen. <laughs> ja. Oké, okay, ik heb hier ook een cranberry. voor mij. Ja. Well, Dan mag je ook, well, ook nog eens bijna mijn favoriete kleur. <laughs> nou, ik ga afsluiten en als laatste ga ik gewoon echt een hapje nemen. Zeker proberen. Ik ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik doe het. Nou, ik laat het even hier neer. moet ben ik toch hoor, want ik ben niet gaan sporten. Ja. Maar uh, ook jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag hebben we Priscilla Campbell hier. Priscilla Campbell hier van Heartful Food and Beverages. Ze hebben een uniek product van, gemaakt van een bestaand dessert, de Boyo En ze hebben er zoveel andere versies van gemaakt. Ga jullie ze checken, ze hebben een Facebookpagina. Ze zijn bezig om um, dit tot een exportproduct te maken. En ik mag het testen. Ze hebben afbakproducten. Deze zet je in de, in de microwave oven voor 30 seconden. Maar als je denkt, ik wil mijn eigen boyen maken. Kan je ook gewoon de afbakmix kopen. En je zet hem in een blikje. De instructies zijn er. It's easy peasy. En zo kan je jouw eigen Q-time snack gewoon heel snel klaarmaken. En ik mag nu de cranberry, cranberry. de cranberry boyen proberen voor jullie. Voor, laat me direct helemaal afsluiten. thank you for watching and remember your time plus my time is q time and nu is it tansil's boy time so <laughs> let's go i approve the camera you are i said the active stukjes creamers in. guys delicious i approve <laughs> bye <laughs> This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.